Heb jij het al warm bij de gedachte van wintersport? Dan wil je vast wel weten welke tips wij hebben voor mensen die het snel warm hebben in de sneeuw. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar investeren in de juiste basislaag is key voor plezier op de piste. Voor de warmbloedige wintersporters onder ons is het verstandig te kijken naar de iets dunnere lightversie thermokleding. Er bestaan erin t-shirts met korte mouwen. Als je deze laag tackelt, ben je al halverwege. De thermolaag zorgt er namelijk voor dat jouw transpiratievocht afgevoerd wordt naar de volgende laag. Daarnaast ben jij erg gebaat bij de perfecte derde kledinglaag, de buitenlaag. Ga voor een niet gevoerde sheljas en broek met een goed wind- en waterafstotend membraan. Heel belangrijk daarnaast is dat je een hoog ademend vermogen hebt en eventueel ventilatieritsen. Soms heb je als heethoofd voldoende aan een thermolaag en buitenlaag. Maar het weer kan verraderlijk zijn en in rap tempo veranderen. Halverwege de dag mis je isolatie en heb je alsnog een midlayer nodig. Draag daarom een lichtgewicht rugzak, zodat je een midlayer kan aantrekken of juist kan opbergen mocht de temperatuur stijgen. Op die manier bepalen de mate van inspanning en de temperatuur welke lagen je draagt. Maar bepaal jij wanneer dat is. Absolute no-go's zijn korte mouwen zonder laag eroverheen. Doe dit niet. Als je valt, heb je vrijwel meteen brandwonden van het schuiven over de sneeuw. Van de berg af in een katoenen trui. Dit klinkt verleidelijk en lekker luchtig, maar zodra er sneeuw opkomt, blijft de stof nat en droogt deze niet. Waardoor ook jij als heethoofd te snel afkoelt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een spijkerbroek of joggingbroek. Te weinig kleding aantrekken tijdens een lange tour. Als je vast komt te zitten in een storm of lawine, dan ben je in de aap gelogeerd. De piste af zonder zonnebril of sneeuwbril, omdat de lens wel eens beslaat. Dit is niet te voorkomen, maar trekt weer weg op het moment dat je in actie komt op de berg. De UV-straling van de zon weerkaatst in de sneeuw en kan dus je ogen beschadigen. Draag daarom altijd een bril. Hoewel je misschien denkt hoe minder laag hoe beter, de basislaag, de midlayer en de buitenlaag zijn essentieel voor een steady lichaamstemperatuur. Dus keep your head cool en ga voor de juiste combinatie laagjes. Meer info, check onze andere video's of neem even contact op met een van onze winkels. Oh, en abonneer je meteen even op ons YouTube-kanaal.